Een rood-witte groet en welkom bij deze allereerste aflevering van de kelder van het betaalde voetbal. Het nieuwe praatprogramma van ITWM, waarbij we enkele malen in het seizoen terug en vooruit zullen blikken op allerlei Sparta-gerelateerde zaken. Ik heb tafelheer Frank van ITWM hier aan tafel zitten. Frank, welkom. Dank je. En daarnaast zijn we zeer vereerd om een bijzondere gast te mogen ontvangen. Hij speelde 3 seizoenen bij Sparta, meer dan 80 wedstrijden. Hij liet het vrijwel nooit afweten vanaf 11 meter en hij stond bekend om zijn karakteristieke Haagse uitspraken. Heeft hem waarschijnlijk al herkend en voor de doorgewinterde Sparta is een verdere introductie eigenlijk dan ook overbodig. Ik heb het natuurlijk over oud-Sparta-speler Sjaak Polak. Sjaak, welkom en bedankt voor je komst. Graag gedaan. Sjaak, we weten dat je weg bent uit het betaalde voetbal. Je bent weer terug waar het allemaal begon, SVV Scheveningen. Hoe gaat het nu verder met je? Mis je het betaalde voetbal een beetje? Heb je het voor, definitief de rug toe gekeerd nu? Of? Ja, als speler wel. Dan, kijk, in februari al, dan word ik alweer 36. Ja, en als je dan gaat kijken naar jonge jongens die nu betaalde voetbal in komen. En dat de ouderen vaak gebonjourd worden. Ja, dan moet je wel degelijk zeggen dat je het uit je hoofd moet zetten. Maar goed, dat ik het mis is duidelijk. Ja, ja goed, er zijn wel wat meer oudere spelers. Maar jij hebt het dus definitief de rug toegekeerd. En dus, hoe gaat het nu bij Scheveningen? Want die doen het vrij aardig. Ja, we staan bovenaan. En dan, daar zijn we ook trots op. We moeten het volhouden. We spelen nog niet al te best voetbal nog. Maar ik moet zeggen, als we dit vol gaan houden, dan kunnen we heel eind komen. En de doelstelling is ook eigenlijk om kampioen te worden. Ja, oké. Okay. En dan, vanaf daar? Zijn de plannen omhoog dan ook? Of is dat volledig te ver? Dan ben je weer terug in het betaald voetbal. Nou, dan moet je eerder kampioen worden van de topklasse. En dat is toch wel iets... iets te zwaar denk ik. Ja. Dus je ziet dat de Vogels, Spakenburg, Rijnsburgse Boys, Katwijk, ja die ploeg hebben een enorm budget. Ja, dan zeggen de Jupiler League clubs, die zeggen daar ook een uur tegen. Want... Goed, terug bij Scheveningen dus. Leuk om terug te zijn? Ja, absoluut. Ik ben daar goed ontvangen. Hele vrije mensen. Er zijn nog steeds oude bekenden die ik daar ben tegengekomen. Ja, en de trainer waar ik zelf mee gespeeld heb. Okay, en wie is dat? John Blok. John Blok, ja. Oké. Okay. Ja, hij is een uitstekende man. Die heeft me ook geholpen met deze twee ook. Oké. Okay. Dus wat dat betreft, we liggen elkaar heel erg goed. Oké, okay, ja, dat deze twee, daar komen we zo nog even op terug. Verder speel je ook met oud-Spartaan John Nieuwenburg, is dat zo? Of? Ja. Ja. Heb je verder nog contact met andere oud-Spartanen? Ja, ik heb met Danny Schenkel redelijk veel contact. Met Juri Roos, goed contact. Olaf Lindenberg heb ik nog contact, okay. Dus dat gaat allemaal wel goed. Harold Wapenaar, ja, Sander Westerveld nog, dus ik kan wel door blijven gaan. Ja, maar een hele lijst dus. Er zijn er wel een aantal waar ik mee contact heb. Okay. Lindenberg, hoe is het daarmee? Ja, die is weer op de weg terug, hè? Ja? Die heeft veel blessure gehad. Alweer? Of nog steeds? Nou ja, had in het begin nog eventjes wat last. Af en toe wat vocht in de knie nog, ja. Maar het is een uitstekende speler bij ons. Ja, die jongen zag je bij Sparta nog misschien wel een keer international worden toen hij daar nog speelde. Maar... Ja, ik heb veel pech gehad in zijn carrière. Ja. Merk je dat aan hem? Of? Nou, goed, ik denk dat hij heel realistisch is en heeft gezegd voor zichzelf van het is nu klaar gewoon. Maar ja, dat zie je ook. Hij voetbalt goed, hij zet de boel ook goed neer, dus wat dat betreft... Prima. Okay. Ja, was altijd een goede voetballer met een beetje onfortuinlijke carrière. Is toen naar Ajax overgegaan, geloof ik, van Sparta af. Toen blessure naar blessure naar blessure. Ja. En nu dus te bewonderen bij Scheveningen ook. Hoe volg jij zelf Sparta nog, Sjaak? Nou, ik heb ze de laatste paar keren wel zien spelen. Doe even mijn zendertje goed hoor. Die is weer afgevallen. Maar ik heb de thuiswedstrijd nog gezien. Echt een ongelofelijke goal tegen. Ja, dat ken ik even. Ja, ik lach er nu om, maar het is schandalig. Ja, en dan heb je het over de thuiswedstrijd tegen Eindhoven, neem ik aan. Dat kan echt niet. Heb je zelf wel zoiets meegemaakt hier? Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Ja, er zullen ongetwijfeld dingen zijn gebeurd, maar dit. Ja, het kan niet, maar het gebeurde toch, hè? Hij vloog er mooi onderdoor. Ja, maar dat kan toch niet? Als een keeper de hele verdediging. Er zit 5 meter tussen. Hij keek in het licht van de lichtmast. Ja, maar reet. dat zijn allemaal van die onzinverhalen.
Nou goed, er stond ook redelijk wat wind die avond. Dus, ja, je kan alles de schuld geven, maar die bal moet hij hebben. Ja, dat okay. Nou ja goed, daar zal iedereen het ongetwijfeld mee eens zijn. Ook bij, in de rest van het betaalde voetbal. Hoe kijk jij verder terug op je periode bij Sparta? Je hebt er 3 jaar gespeeld. Ja. Als ik het goed heb, kwam je toen terug. Van FC Twente geloof ik, heb je daarvoor al gespeeld. Je hebt daar ook nog ooit eens de beker gepakt, als ik me goed kan herinneren. Bij Twente, ja. Ja, ja, daarvoor heb ik bij ADO gezeten, nog een jaar. En toen ben ik gekocht in Sparta. En ja, om bij Sparta te blijven, heb ik het daar nog naar mijn zin gehad. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi om te horen, want het waren 3 voor Sparta relatief stabiele jaren eigenlijk. Ja. En, nou, als speler werd je ook over het algemeen volgens mij wel goed gewaardeerd. Ja, op eentje na. Op één diehard supporter na. Oh, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wie was dat? Wat deed hij? Nou ja, goed, dat Hugo Bos die heeft altijd een eigen mening. Ja. En, ja, goed. Hij heeft me toen een keer een sms gestuurd van NSB'er en al dat soort zaken. En, hij was dronken. Ik weet het niet of hij dronken was. Was dat de aanleiding? Wat, ja, goed. Je foutje gemaakt in het veld? Of? Nee, ja, goed. Iedereen maakt wel eens fouten, maar. Ja. Hij moest mij wel heel erg vaak hebben. Maar ja, dat heb ik links laten liggen, maar ja. Ik weet niet wat hij tegen me heeft, want ja, ik was het rood-witte shirt niet waard en al dat soort dingen. Ja, dat heeft me toch ook wel zeer gedaan. Maar goed, daar ben ik overheen. Heb je hem nog wel eens ontmoet daarna of gesproken? Ik kwam hem wel daarna tegen, ja. Maar, hoe ging dat toen? Nou, ik, ja goed. Ja, gewoon. Ik was behoorlijk. Op zijn neus of? Nee, ja goed, dat heeft allemaal geen zin. Maar ik wilde hem wel aanvallen, ja. Maar dat heeft totaal geen zin. En, snap ik. Dat wil ik ook niet meer doen. Het is wat hij op mij overkomt, is het een man die een eigen mening heeft. En die wel eens dingen roept wat hij niet moet doen. Ja. Maar hij heeft wel verstand van zaken. Maar nou, laat het om jou gaat. Nou ja, ja, hij mag zeker over mij. Hij mag zeker over mij een oordeel hebben. Maar hij moet niet zomaar dat soort dingen gaan roepen, want dat vind ik niet netjes. Nee. En zeker niet met mijn achtergrond. Dan moet hij dat zeker niet doen, maar. Want je hebt een Joodse achtergrond? Ja, ja. Ja, Polak is een vrij Joodse naam als ik nog. Nou, daar kan je ook niet mee, denk ik. Nou ja, goed, ik ben niet zo thuis in de Joodse achternaam, eerlijk gezegd. Maar, nou ja, goed. Maar je bent van Joodse achtergrond. Want Job Cohen is ook Joods. Ja, dat heb je heel goed. Dat heb je heel goed. Ja. Nou, dan toch nog even terug naar de periode dat je bij Sparta speelde. Want er is toen enige tijd wat ophef geweest over Obodai. Dat je die een beetje aan het pesten was. Samen met Juri Rozen. Wat klopt daarvan en wat gebeurde daar precies? Ja, wat klopt daarvan? Je bent in een voetbalkleedkamer. En daar heb je te maken met voetbalhumor. Ja. En ja, hij noemde zichzelf de King. Ja, waar had hij dat vandaan? Dus ja, wij hadden een kroontje gekocht. Die hadden we daar op zijn plek neergezet. Ja, totdat hij vervelend werd. Ja, toen werd hij een keer aangepakt. Toen ging hij door. En I am the king, you have to listen to me. En weet ik het, wat hij allemaal. Dus ja, toen hebben we hem een keer. Een stam die thuis in Ghana had. Dat, ja, misschien was hij de king daar. Maar wij dachten van, nou, weet je wat. We zetten hem gewoon een keer vast op de massagetafel. We gooien er een lik het rot in zijn bilnaad en we zetten hem in de hete zon op de middenstip. Dus wij zijn naar huis gegaan. Ja, ik vind dat is toch vrij normaal, of niet? Ja, in de kleedkamer gebeuren dat soort dingen. Dat zijn leuke dingen. Er gebeuren nog wel vaker wat dingen, maar. Oké, duidelijk. Nou, Sjaak, tegenwoordig heb je ook een eigen website. We hadden het er net ook al even over, want je hebt toch al wat wilde plannen, als ik dat zo eens hoorde. Vertel eens, je website. En vertel eens over andere dingen waar je mee bezig bent op dit moment. Nou, mijn website www.sjaakpolak.com, dat is dus een site waar ik mee ben begonnen, een soort voetbalschool. Waar ik dus verjaardagsfeestjes, bedrijfsclinics, gewone clinics ga geven. Maar ook voor straatjongeren. Dus binnenkort heb ik hier ook in Rotterdam, Prins Alexander, heb ik ook een clinic. Dat begint in februari tot eind mei, wat ik heb begrepen. En dan gaan we ja, wat dingen in elkaar zetten. En dat is dan gewoon op een pleintje of zo, moet ik me dat voorstellen? Nou ja, goed, op een pleintje. Dat, met die jongeren zal dat op pleintjes gebeuren waarschijnlijk. Maar ja, in Leidschendam heb ik een accommodatie.
En op Scheveningen waar ik ook terecht kan. Dus dat, okay, dat loopt dat, allemaal. Dat is ook echt een school? Als een gebouw waar je terecht kan om te trainen of zo? Nou ja, een school. In deze periode, als je nu naar buiten gaat, dan word je hemd uitgewaaid. Maar dan gaan we de zaal in. En als het wat mooier weer wordt, dan kunnen we op een voetbalcomplex. Of bij RKVV of Scheveningen of een ander complex kunnen we gebruik van maken. En loopt het goed? Met veel belangstelling? Ja, het is nu, het is nu wat rustig. Maar ja, het gaat nu een beetje lopen eigenlijk. Ja. Krijgt nu een beetje bekendheid. Dus ja, ik hoop wat meer te krijgen. En dan kunnen we daar een grote slag mee slaan. Ja, oké. Dus je bent nog lekker bezig. Je bent niet bij de pakken neer gaan zitten na het, het einde van je profcarrière, om het zo maar te zeggen. Nee. Nog even over dat TC. Hè? Daar begon je net zelf ook al over. Kan je daar wat meer over vertellen? Trainingscoach diploma. Ik heb de TC3 heb ik gehaald bij Sparta. Daar heb ik onder Richard Grootschot heb ik daar onder gelopen bij de hoofdjeugdopleiding was hij toen. En Kevin van Zon was trainer van de D1. Nou, daar heb ik de stage gelopen, daar heb ik het enorm echt naar mijn zin gehad. En dat heeft mij die drijf gegeven om door te gaan. Oké. Okay. En toen ben ik naar de TC2 gegaan. Dat heb ik vorig jaar gehaald. En nu ben ik aan het trainen gegaan. Ook bij Scheveningen. Nou, daar leer ik gewoon ontzettend veel, ook met clinics die ik daar geef aan de jeugd. Ja, en nu heb ik me opgegeven en op de lijst laten zetten voor de TC1. Okay. Want ik zou dolgraag bij een BVO aan de slag willen, want dat is toch wel een droom voor mij. En als hoofdtrainer of als... Nou, hoofdtrainer is, dat zou eventueel op latere termijn kunnen. Ja. Maar ja, op dit moment ben ik blij als ik bij een BVO als assistent of ergens aan de bak kan komen bij een mooi elftal. Ja. Okay. Dus dat zou mooi zijn. Ja, waar liggen je ambities? Wat voor clubs zijn je? Ja, clubs. Naar de Europa Cup willen leiden? Nou, dat zou niet onverdienstelijk zijn, denk ik. Ja, maar ik heb wel bepaalde clubs in mijn hoofd. En ja, Twente is toch wel een club die je aan hebt gegeven van, joh, zou je dit wel kunnen doen? Maar ja, ik heb geen Shell als sponsor. En, want je rijdt je eigen 3 slagen in de ronde zo. Ja, en ja, Sparta, ADO, ja, dat zijn wel clubs waar je dan eventueel aan de slag van zou willen. Nou, Feyenoord is al genoemd, maar daar heb ik totaal niks van gehoord. Dus laten we die geruchten maar gelijk uit de wereld helpen. Of ze moeten nog komen, dat weet ik niet, maar dat is niks van waar. Oké, okay, dus maar er is wat aan het, er staat wat op het pannetje. En... Nou, het moet alleen nog eventjes gaan koken nog. Okay. Dus dat is het enige nog. Lekker bezig dus. Ja. Nog even over die TC. Hè, wat, je gaat nu voor je TC3 hoop je dan. En daarna, dan zou je nog... Nee, nog TC1 een, hè. Of TC1, sorry. Ja. Want het gaat van 3, 2, 1 naar boven. Ja. En daarna, moet je daarna nog naar cursussen, naar school? Ja, daarna, je moet natuurlijk ook je punten halen. En dat ligt eraan of je licentie aan hebt gevraagd. Dan moet je binnen 5 jaar moet je een aantal punten halen. Dat moet je op Zeist doen. Ja, en als je dan bij een BVO zit, ja, dan wordt het al wat makkelijker. Ja, dan heb je al je voordelen. Want er lopen ook mensen die daar al meer ervaring mee hebben. Ja, en dan kan je doorgroeien als trainer zijnde en als mens. Ja. En dat is iets wat ik wel wil. Ja, dat is natuurlijk een hele aparte nieuwe ervaring en daar kan je heel veel van opsteken. Ja. Oké, goed. Nou, heel veel succes daar alvast bij. Dan gaan we nu even verder naar de tweede periode.